gemeentehuis in Kuik nog steeds open. Want daar kunnen we vandaag terecht voor een heel leuk onderwerp. Namelijk het Frisse Blik Festival. Ik heb twee dames bij me en stel je even voor alsjeblieft. Mijn naam is Dimpje van der Zanden, sinds 5 jaar werkzaam voor de gemeente Land van Kuik in de functie van werkmakelaar. Dus ik begeleid mensen richting werk vanuit de participatiewet. Ja. Nou, mijn naam is Mieke Thijssen, ik ben bedrijvencontactfunctionaris bij de gemeente Gennep. En ik ben verbinder tussen de arbeidsmarkt, dus de werkgevers en de onderwijsinstellingen en ons als gemeente. En vandaar het Frisse Blik Festival, want er komen al die partijen samen. Het Frisse Blik Festival is een banen- en beroepenoriëntatiemarkt. Dus het is voor werkzoekenden, het is voor mensen die zich om willen laten scholen en op zoek zijn naar een leerwerktraject. Het is voor mensen die van baan naar baan willen gaan. En het is voor studenten of scholieren die zich ook willen oriënteren op de mooie bedrijven die in Land van Kuik zijn gevestigd. Ja. En nu zeg je al meteen Land van Kuik, maar Mieke, jij komt van de gemeente Gennep. Ja, maar het gaat dus ook om bedrijven die in de gemeente Gennep en in Bergen gevestigd zijn. Oké, dus het Frisse Blik Festival bestrijdt echt een heel groot gebied. Iedereen die hier ook maar iets van hoort, die mag in feite komen kijken. Ja, graag. Iedereen is welkom. Alle leeftijden, alle nationaliteiten, iedereen die zich wil verdiepen in de werkgevers in deze mooie regio of zich wil oriënteren op de arbeidsmarkt. Iedereen is van harte welkom. En wat voor soort bedrijven komen er? Ja, alle branches zijn vertegenwoordigd. Ja. Techniek, industrie, logistiek, zorg, schoonmaak. Horeca, recreatie, onderwijs, overheid, zakelijke dienstverlening. Dus ook agrofood. En hoeveel bedrijven zijn er dan bij betrokken? Uiteindelijk hebben we er nu 54. Aha, en die presenteren zich allemaal? Of is het een soort van markt waar bezoekers informatie aan een standje kunnen krijgen? Nou, het is dat er allemaal stands zijn, dus iedere werkgever heeft de eigen stand. En dan hebben we gewoon een looproute langs al die werkgevers, zodat je ook echt al die werkgevers kunt zien. En dat je met zowel mensen van personeelszaken of ook met werknemers op de vloer in gesprek kunt gaan. En we hebben ook mensen van het leerwerkloket staan die loopbaanadvies kunnen geven. En die je kunnen helpen ook voor mijn partij op dat moment ter plekke te kijken welke werkgever interessant is. Daar hebben we ook nog een infobalie voor, waar ook mensen vanuit onze drie gemeenten staan die daar ook vragen beantwoorden. Dus we proberen het echt zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen, of je nu carrière switcher bent, echt een baan zoekt, of dat je denkt van ja, ik wil me wel eens gewoon überhaupt oriënteren op welke leuke werkgevers dat er hier in de regio zijn. Ja, en ik begrijp ook als je denkt van ik wil iets anders, maar ik weet niet wat. Ja, moet dat je kan vooral ook komen. Ja. Ja. Ja? Ja, want het leerwerkloket heeft naast loopbaanbegeleiding ook leerwerktrajecten. Ja, want als je al een aantal jaren werkt, dan kan ik me voorstellen dat het best wel een grote stap is om weer de schoolbanken in te gaan. Maar ze bieden trajecten aan waarbij je ook meteen in het werkveld aan de slag kunt. Ja, zodat je ook een heel goed beeld krijgt van wat houdt het werk nu in. En wat heel veel mensen vergeten die zich oriënteren, is dat hun huidige werkgever ook wel eens open kan staan voor detachering. He, dus dan hoef je niet meteen je baan op te zeggen, maar kun je via een leerwerktraject kun je aan een andere baan gaan proeven. Er is vaak veel meer mogelijk dan mensen vooraf denken. Ja, en jullie kunnen daar dan ook eventueel in begeleiden in zoiets? Ja. Ja, ik ben mijn functie als werkmakelaar heeft ook als facet dat wij mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt daar ook in verder kunnen begeleiden. Krijgen jullie ook een beetje terugkoppeling daarvan? Zijn er mensen die zeggen van nou, van tevoren wist ik het echt niet, maar nu heb ik al een half jaar lang een superleuke baan dankzij zo'n festival? Nou, meestal krijgen we dat niet van de bezoekers terug, maar wel van de werkgevers terug. Yeah. Ja. Dus het is heel leuk dat een van de werkgevers die een technisch bedrijf heeft, wat doet draaien en frezen, CNC draaien en CNC frezen, dus geprogrammeerd. Heel veel mensen weten daar niet wat dat inhoudt, dus die grijpt altijd iedere kans aan om te kijken van goh,
hoe kan ik mijn bedrijf promoten? Nou, die is in gesprek geraakt met een jongere dame die op dat moment een pakketbakkersopleiding volgde. Dus dan denk je echt niet van, ah, die gaat CNC frezen, maar die werkte nu als CNC frezer bij dat bedrijf. En dat is natuurlijk superleuk. Kijk, daar gebeuren bijzondere dingen, ja. Ja. Maar omgekeerd, er staat misschien ook een banketbakker of iemand uit de winkelsector of uit de horecasector. Ja, waar dat... mensen die een technisch beroep volgen nu juist de andere kant op kunnen bijvoorbeeld weer. Ja. Ja, maar ook dat bij wijze van de moeder het festival bezoekt voor een baan en neemt haar kind mee en die vindt op die manier een bijbaantje in de horeca of bij de plaatselijke supermarkt. Ja, maar ja, dat kan ook. Het hoeft niet per se als je daar naartoe gaat voor een baan van 40 uur te gaan zoeken. Nee, part-time, full-time, alles is bespreekbaar. Stages, vakantiebanen, weekendbaantjes. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Wat we al vaker hebben gezegd in het interview. Ja, alles, iedereen is welkom. Yeah. Dus alle leeftijden, ben je op zoek naar een baan of baantje, ja, kom naar het Frisse Blik Festival. Dus als ik het goed begrijp, er is echt een heel breed scala aan beroepen die er zijn. Is er nog iets waarvan je zegt van, dit vind ik ook echt heel leuk om te vermelden wat er is, Lieke? Ja, ik vind het hartstikke leuk om te vertellen dat we ook twee keer een workshop ChatGPT hebben. En dat je helpt hoe je met artificial intelligence kunt kijken hoe je daarmee een baan kunt krijgen. Dus dat is hele slimme software en je kunt die dus ook gebruiken om een beter zicht op jezelf te krijgen, op je eigen talenten. Maar ook om je cv te helpen opstellen en ook mee te laten helpen zoeken naar vacatures. Dus ik zou zeggen, van als je daar wat meer van wil weten, kom vooral kijken om 10:30 en 12:30, zeg ik als het goed zeg, ja, dan hebben we die workshops. We organiseren het dit jaar bij het Marlet College, een prachtige locatie waar we volop echt een mooie ruimte hebben aan de Maas. Dat vinden we ook heel mooi. En wat wij wel mooi vinden is dat wij de scholieren, het mbo, al verbinden aan een beroepenactiviteit. Ja. Dus zo komen scholieren, de nieuwe generatie komt samen met bedrijvig Land van Kuik, Gennep en Bergen. Ja. Is er nog een bakje koffie of iets te krijgen? Koffie, thee, water en er staat een foodtruck. Van het Koning Willem I College, waarbij leerlingen van de horecaopleiding zorgen voor een lekker hapje. Kijk. Ja. Als mensen er naartoe willen, moeten ze zich aanmelden van tevoren? Of kun je spontaan denken, het is zaterdag, ik heb niks te doen, ik ga kijken? Het is altijd goed. Je mag je aanmelden, dat vinden we prettig. De aanmeldingen stromen al volop binnen, daar heeft Mieke zicht op. Maar als jij op die zaterdag denkt van, nou, ik heb zin om het Frisse Blik Festival te bezoeken, gewoon komen. Altijd welkom. En welke zaterdag is het? Zaterdag 6 april. De zaterdag na Pasen. Kijk. Van 10 tot 2. Ja. Dus 4 uur lang volop activiteiten in een Marlet College in Kuik. Ja.